Hoi allemaal, we gaan vandaag een margrietje maken. En hoe gaan we dat doen? We hebben daarvoor nodig een vierkant stuk papier, een ander kleurtje stuk papier, iets dat van onder een cirkel is, schaar, lijm en iets om te schrijven. Als eerste gaan we strookjes papier knippen en we knippen die recht omhoog. Dat worden onze bloemblaadjes. Dus ik knip rechte strookjes papier. Zo. Zo, recht omhoog. Ik krijg van die mooie lange reepjes papier. Hop, hop, hop. Zo, recht omhoog. En de laatste ook recht omhoog. Oké. Okay. Die leek eventjes aan de kant. Dan neem ik mijn cirkelbasis hier van onder. Ik zet die zo. Je mag ook iets anders nemen. Een bekertje, een potje. Ik had nu dit in de kast. Dus dit is voor mij perfect. Ik zet die klaar op een ander gekleurd stukje papier. En ik trek daar mijn pennetje rond. En wat krijg ik dan? Dan krijg ik een mooie cirkel op mijn blad. Ik knip die cirkel uit met mijn schaar. Zo. Die hebben we niet meer nodig. Dan gaan we plakken. Je neemt nu je strookje papier. Die ga je hier een beetje lijm aan doen. En dan ga je die plooien. Zo. En dat stukje, dat ga je dan hier opkleven. Dus we gaan eerst alle stukjes zo plooien. Dus je neemt een stukje papier. Je doet een toefje lijm hier op het uiteinde. En dan plooien we dat. Zo. Gaan we dat snel doen. Toefje lijm. Plooien. Toefje lijm. Plooien. Kijk, mooie. Toefje lijm. Plooien. 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 En de laatste. Toefje lijm. En plooien. En nu ga ik die op de achterkant van mijn cirkel kleven. Wat is de achterkant? De kant waar je dus de streepjes ziet van je stift of je balpen. Als je dat nadien omdraait, dan heb je een mooie kant waar er geen stift op staat of balpen. Hier zie je het stukje donkerblauw aan mijn balpen. Dat is mijn achterkant. Dus ik pak mijn bloemblaadje. Doe weer toefje lijm. Maar nu aan die kant. En ik plak die daar mooi op. Pak de volgende. Toefje lijm. En dan maak je een beetje over elkaar. Zo, toefje lijm. Toefje lijm. En zoals je ziet, wordt dat hier een heel mooi bloemetje. Toefje lijm. Toefje lijm. Toefje lijm. Hier kan er nog eentje tussen zegt. Zo. Die is er eentje te veel. Kijk. En als ik het dan omdraai. Wauw. Dan krijg je een hele mooie bloem. Veel plezier met knutselen!